Ik ben Wellens Filip, zaakvoerder van AD De Leize Aartselaar. En sinds een jaar en een half ongeveer werken we met de Smart Till in combinatie met de Smart Safe aan de kassa's. We waren eigenlijk op zoek naar een iets gemakkelijker systeem om de kassa's te tellen. Ik denk dat wij in tijdbesparing toch zeker nu maar 1/3 tijd nodig hebben van hetgeen dat we vroeger nodig hadden om kassa's te tellen. Met het gevolg ook dat we eigenlijk veel juister kunnen werken ook nu. Ja, het systeem Smart Till en Smart Safe is eigenlijk een platform waar dat je dus gewoon via internet kunt gaan opkijken hoeveel dat er permanent in de kassa zit. Als er een kassawissel is, kan u perfect in de kassa's kijken wanneer dat het afgesloten is en wanneer dat de nieuwe kassierster begint. Het werkt eigenlijk heel accuraat. Voor mij het hele grote verschil is dat ik alle kassa's in één keer tegelijk kan doen. Het tellen op zich 's avonds gaat ook veel sneller, want ik kan alles op voorhand al veel beter sorteren. Het is gewoon eigenlijk even nakijken of dat alles perfect in orde is. En als het in orde is, dan ben ik op, laten we zeggen, een kwartiertje met alles klaar. De Smart Till oplossing bestaat ongeveer 10 jaar. Ondertussen wordt er ook verder gekeken in andere landen, maar we zien nu ook dat er ook interesse komt van de kleinere winkels. En daarom dat we ook dan geloven dat de oplossing die onze partner Monitronic heeft uitgewerkt echt de juiste oplossing is voor verder te gaan en voor verder op te bouwen. Bij Monitronic gaan we allereerst kijken wat de beste oplossing voor de klant is in samenspraak met de klant. En een cash recycler is een dure oplossing, vergt ook veel onderhoud. We kunnen eigenlijk met een vrij beperkte investering gaan kiezen voor Smart Till in combinatie met een Smart Safe. Ik denk als wij morgen nacht moesten een andere winkel openen of eventueel een andere zaak moesten herstarten, dat we toch sowieso terug voor hetzelfde systeem zouden kiezen. Omdat het uiteindelijk een eenvoudige, simpele systeem is en zeker budgetvriendelijk.